Ik wilde vragen, Mert, mijn ouders die wonen nu 28 jaar in Nederland. Ja. En integratie was niet altijd even makkelijk voor ze om zich thuis te voelen in Nederland met Nederlanders en andere culturen. Ja. Wil je wat meer delen over, hey, ik ben hier zo lang in Nederland en voor mijn ouders of voor mij was het ook zo? Ja. Ik ben geboren getogen in Nederland. Ja. Voor mijn ouders was het dan toch wel een hele andere motief dan dat ik hier ben. Ik ben hier geboren, ik had geen andere keuze, maar zij zijn dus gekomen vanuit andere motieven. Ja. En ja, die grote verandering voor hun, dat zal vast wel het een en ander hebben veranderd in hun, ja, in hun leven en manier van denken. Wat heb jij gezien dat dat zou kunnen hebben veranderd? Ja, ik denk dat sowieso voor mijn ouders wel niet alleen economische motieven had, maar ook politieke motieven. Mm-hmm. Dus vandaar dat zij toch wel moesten aanpassen, heel veel dingen bijleren. Ja. Dingen die ze eigenlijk nog beter hadden kunnen doen, maar ja, daar geen prioriteit voor hadden. Ja. Dus dat heeft ook voor ons natuurlijk een grote invloed gehad. En is er iets over die politieke invloeden wat je wil delen of liever niet? Ja, ik denk dat het dat is iets uit de jaren 80. Dus, wat was toen? Een staatsgreep. Turkije? In Turkije. Het was een staatsgreep en mijn vader die moest niet hals over kop vertrekken. Maar het was wel verstandig voor hem dat hij in die periode uit Turkije vertrok. Ja, wel moedig man. Ja. Want mijn moeder die wilde in Bosnië blijven. Ja. En mijn vader die zei, we kunnen beter weggaan als we willen blijven leven. Ja. En door de situatie, weet je wel, moesten ze uiteindelijk weg. Hey, ik ken hem van TikTok. Ja. Oké, okay, en hoe is het voor jou in Nederland? Want jij hebt het hele leven in Nederland. En ik ga niet de vraag stellen, voel je meer Nederlands of Turks? Want dat stelt iedereen. Het is van beide. Het is van beide. Het is van beide. Ik ben een realist wat dat betreft. Van beide kanten heb ik ook gewoon meerdere invloeden. En als ik in Turkije ben, ja, dan kan ik echt niet zeggen dat ik 100% Turks ben. Ja. Maar ik kan ook heel goed aangeven van, luister, ik kom uit Nederland, ik ben geboren en getogen. Ik heb wat van de Turkse, Nederlandse en de Turkse mentaliteit, manier van denken. En dat benoem ik daar ook. Ja. En datzelfde geldt ook voor hier in Nederland, dat benoem ik ook. En wat denk jij, Mert, wat heb jij gezien in jouw omgeving dat Turkse Nederlanders nodig hebben om zich nog meer thuis te voelen in Nederland en ook te integreren en onderdeel te zijn van de economie en chokpara te maken? Je moet het niet forceren. Je moet, wat ik één ding heb geleerd is dat je het gewoon moet laten lopen hoe het is. Je moet jezelf niet proberen te bewijzen. Het is wat het is. Accepteren hoe het gaat. En jezelf gewoon niet in die negativiteit rond blijven en dat je dan gewoon doorgaat met je leven. Heb jij wel eens beledigd gevoeld als Turkse Nederlander? Jazeker, heel vaak. En wat werd er dan tegen jou gezegd? Voornamelijk over mijn godsdienst en mijn etnische achtergrond. En komt dat denk je door onwetendheid? Of waarom komt het dat iemand een ander slechte naam noemt? Ja, iedereen heeft zo zijn eigen leven, manier van denken, politieke ideologie, etcetera. En zij vinden dat zij gelijk hebben en erboven staan. En ik heb zoiets van, ja, het is jouw ding. Het is niet gek, dus je bent welkom in Nederland. Nederland zegt Hoşbulduk, of Hoşgeldin, jij zegt Hoşbulduk. Ja. Maar dan kom je in Nederland en dan zijn er ook mensen die denken, ja, je bent wel in mijn huis. Hè? Nederland is even een thuis. Ja. En tegelijkertijd hebben ook mensen die iets zeggen over je geloof of afkomst niet geleerd hoe ze ook met jou moeten omgaan, vind ik. Ja, ik ben sowieso niet gekomen. Ik ben hier geboren, voor mij is het een heel ander verhaal. Ja. Ik denk dan toch echt dat het onwetendheid is. Maar mensen hebben toch ook wel een enigszins de angst en superioriteitsgevoel, et cetera. Dat zijn allemaal dingen die voor iedereen anders is ingewikkeld. Ja. En dat heeft merendeels te maken met ervaring. Ja. En die ervaring brengt ook met zich mee dat als je gewoon geen toenadering zoekt naar elkaar, niet interessant vindt om met elkaar het gesprek aan te gaan en gewoon durf vragen te stellen. Als je dat doet, ja, dan kom je al een eindje. Ja. Maar als je dat niet doet, ja, dan blijft het een heel groot grijs gebied. En dan blijf je elkaar maar vernederen, haten, beledigen, et cetera. Dus wat ik voel, Mert, is dat we meer bewustwording nodig hebben. Dus
Ik zeg altijd, oordelen is makkelijk, nadenken is moeilijk. Jazeker. Dus als ik iets zeg over de ander, maar ik weet niet eens op basis waarvan ik dat doe, behalve dat het is disciplinariteitsgevoel, dan is dat niet correct oordeel. Ja. Dus we kunnen beter een ander oordelen, want dat zullen we doen. Ja. En het ding is, als we dan een ander oordelen, maar we weten over de ander, dan is het tenminste gegrond. Want als iemand je kent, zou die dan hetzelfde zeggen. Inderdaad, maar dat bedoel ik ook. Als je vanuit een ander perspectief de situatie bekijkt, als je jezelf in de schoenen van je tegenstander zet en probeert na te denken van, hey, maar waarom proberen zij dat of waarom doen zij dat en waarom is dat anders? En als je er geen antwoord op krijgt, dan moet je gewoon vragen stellen. Ja. En op die manier, als je gewoon toenadering zoekt en met elkaar communiceert, en aangeeft van, hey, luister, dit is niet goed, zou jij daar iets aan willen doen? Ja. En ja, dat is eerlijk. Daar gaat het om. Ik vind het mooi dat je zegt, ik ben ook geboren in Nederland. Mijn moeder was hoogzwanger, 8 maanden. Mijn zus al 4 jaar. Mm-hmm. Die is in Sarajevo, Bosnië geboren. Ja. Dus weet je, het is raar als je en in Nederland bent geboren, maar je hebt een andere culturele achtergrond. Want als een koe in een paardenstal wordt geboren, is het nog steeds een koe. Dus als een Bosniër in Nederland wordt geboren, is mijn lichaam en mijn bloed nog steeds... Maar ik durf eindelijk te zeggen dat ik ook Nederlander ben. Hoe sta jij erin? Als... Ja, precies hetzelfde. Als ik terug ga naar Turkije met vakantie, ja, dan zie ik al een heel groot cultuurkloof. En ja, dan weet je al, ja, ik ben toch anders. Terwijl ik dezelfde de uiterlijk heb, dezelfde godsdienst of wat dan ook. Maar als dus discriminatie gebeurt overal? Of... Jazeker, dus dat heb ik daar ook meegemaakt tijdens mijn vakanties. En dan heb ik toch zoiets van, ja, blijkbaar is het overal zo. Dus dan moet je niet meer proberen om mensen te veranderen. Ja. Maar misschien klinkt het raar, maar ik heb dan zoiets van, laat die mensen maar in hun eigen waarde. Zegt de cameraman Galit ook. Ja. Laat hun in hun eigen waarde, maar ook in hun eigen onwetendheid. Ja. Dus... ik leid mijn eigen leven. Ik probeer niemand te veranderen. Ik probeer mezelf te veranderen en that's it. Prachtig, Bert. Dankjewel. Ik geef je zo'n beeld en dan geef ik je hand. Ik waardeer het heel erg. Knuffel ook. Graag gedaan. Echt, dankjewel, man. Dankjewel. Ik zal het inzetten voor YouTube, social media. Misschien op LinkedIn niet? Ja, dat mag wel. Ja. Oké. Okay. Dankjewel, Bert. Ik waardeer het heel erg, man. Wil je gelinkt worden? Of hebben wij al connectie? Ik dacht dat ik een paar keer even kijken.